Ik ben Tom van der Beek, woon in Amsterdam en ik hou me bezig met enerzijds natuur de stad inbrengen en anderzijds juist mensen meer de natuur in te krijgen. Wij stimuleren mensen om zorgzamer om te gaan met de natuur door hen te laten zien hoe de bijenwereld in elkaar zit. We bieden cursussen aan, theoriecursus, en als je dan enthousiast bent gemaakt, dan kun je doorgaan voor de praktijkcursus. En dan leer je dus echt een stadsimker te worden en leer je de samenhang te ervaren en van dichtbij te zien die zich afspeelt in de natuur. Mijn naam is Zita Schellekens en ik ben bestuurslid van True Price. Met True Price proberen we de echte prijs te berekenen van producten die je in de supermarkt kan kopen. Door ecologische en sociale kosten ook mee te berekenen. En daarvoor hebben we een methodologie ontwikkeld. Die het makkelijker maakt voor consumenten om dus bewust die keuze te maken. Tijdens mijn strandwandeling neem ik altijd wat rotzooi mee. Dat gooi ik in de prullenbak. En op een goed moment dacht ik, jongens, wat nou als iedereen het doet? Wat nou als iedereen samen gewoon wat van dat strand opruimt en meeneemt en weggooit? En op een gegeven moment heb ik een hele grote berg gebouwd van zeeafval. En daarbij heb ik een bordje geplaatst met de tekst, doe mee, verlos de zee. En het was gewoon eigenlijk een open uitnodiging om samen het strand schoon te maken. Maar toen ik een paar weken later terugkwam, was tot mijn grote verbazing die berg 10 keer zo groot geworden. En nu, vandaag de dag, zijn er op meer dan 8 kustgemeentes Doe mee verlos de zeebakken te vinden. Ik ben Bette, ik werk voor IUCN NL. En daar werk ik voor een bedrijvennetwerk en dat heet Leaders for Nature. Leaders for Nature brengt 20 multinationals in Nederland bij elkaar en helpt hen natuurlijk kapitaal te integreren in hun bedrijfsstrategieën. Ik ben Helga Belaren, ik ben community creator en dat ben ik bij NVU. NVU start eigenlijk wereldveranderende bedrijven. Wat we doen is we zien een issue, dat kan een sociaal of milieugerelateerd issue zijn. En dan gaan we op zoek naar een business oplossing voor dat probleem. En daarbij betrekken wij heel veel mensen van over de hele wereld om kennis te delen. Onder andere via crowdsourcing. Ik denk dat de overheid en maatschappelijke organisaties goed kunnen bijdragen door te kijken wat er gebeurt. Er ontstaan verschrikkelijk veel hele sprankelende burgerinitiatieven. Daar zit heel veel energie, er zit heel veel passie en er vaak hele leuke ideeën tussen. Uiteindelijk is er weinig stimulans om misbruik van natuur of mensen tegen te gaan. En dat vind ik ontzettend ongezond. Als er nou één belangrijke stap is die we samen moeten zetten, dan is het het geven van duidelijkheid over wat we van de bedrijven verwachten. Ik denk dat verschillende partijen, bijvoorbeeld bedrijfsleven, NGO's, ook beter samen kunnen gaan werken en kennis delen om uiteindelijk maatschappelijke vraagstukken op te lossen.